Als presentatrice hebben we haar regelmatig in video's zien vlammen, onder andere bij Rumach. Maar we kennen haar ook als de vrouw van Thomas Bergen. Dan heb ik het over Elianne Zwijpvenning. Elianne is onlangs trotse moeder geworden van babytje Saint, maar dat ging helaas niet zonder slag of stoot. Hoe gaat het nu met haar en heeft ze als kerstverse moeder nieuwe beautyrituelen? We gaan het vandaag allemaal horen tijdens een newborn shoot op het strand. Nou, dit zijn eigenlijk helemaal geen handige schoenen voor op het strand, maar ja, we doen het er maar mee, hè? Nou Elianne, gezellig dat we er vandaag bij mogen zijn. Leuk dat je bij er bij de babyshoot. Ja. Ja, hoe gaat het met je? Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Af en toe natuurlijk een beetje moe, maar ik denk dat de meeste nieuwe moeders... Nieuwe mama's, ja. De afgelopen weken stonden in het teken van eigenlijk herstellen van mijn borst nog. Ja, dat heeft heel lang geduurd. Fysiek en mentaal eigenlijk ook wel. Want wat was er precies gebeurd? Ik werd toen op de maandag werd de echo gemaakt en op maandag zeiden ze het is foute boel. Je moet met spoed geopereerd worden. En binnen een uur lag ik onder het mes. En dat herstel duurde tot zaterdag. Toen werd ik ontslagen, toen mocht ik naar huis. En die zondag kreeg ik thuis koorts. Toen werd ik opnieuw opgenomen. Omdat ze een nieuwe ontsteking zagen. Dus kon ik weer een week blijven. Jeetje. Dus het was echt zo. Ja. En was Giel in deze periode altijd aan je zijde? Ja, altijd. Geen moment dat hij er niet was. Ochtend, avond, hij heeft... Zelfs een nacht in een eenpersoons bedje met mij geslapen. Ik heb nu geen pijn meer, ik kan alles weer. De wond zit er wel nog, zeg maar het litteken zit er wel nog. Dat is niet heel erg mooi, maar ja, wie ziet dat? Alleen mijn partner. Maar nu jij kerstverse mama bent, heb je misschien ook andere beautyrituelen? Ja, ik ga meer voor gemak. Ja? Je kan niet meer zo snel een douche nemen of een bad nemen waarin je helemaal gaat scrubben. En een maskertje voor je poriën en een maskertje dat voor je dat doe je allemaal in één keer nu gewoon. En ja, dat doe je gewoon, dan kies je echt je momenten uit. Maar dat optutten, dat doe je dus dan niet echt meer? Nou, jawel, vind ik wel belangrijk. We hebben elke week in de avond hebben we een date night. En dan vind ik het wel belangrijk dat ik nog steeds mijn best doe, zeg maar. Dus één keer per week hebben jullie een date night? Eén keer per week. Standaard. We hebben standaard één keer per week een hele avond voor me met ons tweeën. Jullie hebben samen net een zoontje gekregen. Hoe is de periode voor jou geweest? Het was alsof ik 9 jaar terugging in de tijd. Dus het was heel... gelijk, heel automatisch ging het. Van, oh ja, zo werkte dat ook weer. Dat, oh ja, zo die rompetje aan en kleertjes en met verschonen, met eten. Het was eigenlijk net zoals met fietsen. Dat je dat niet verleert als je het eenmaal hebt geleerd. Dus het was heel fijn en heel automatisch. En eigenlijk omdat we in het begin toch ook wel best wel wat struggles hebben gehad wat betreft Elianne's gezondheid, moet ik zeggen dat het toch wel heel fijn was dat je gelijk zo snel kon schakelen en dat we... Ja, dat was wel heel prettig. En ja, je gaat gewoon aan het werk, punt. Dat is geen twijfel of geen... Nee, dat is gewoon doen. Je hebt echt heel veel ballen moeten hoog houden ook. Ja. Dus dat heb ik enorm veel waardering en respect voor. Zo zie je hem eigenlijk dan ineens in een ander daglicht. Niet als verliefde en partner, maar ook echt als... Ja, dan weet je het wel 10.000 keer zeker. Van dit is de man met wie ik echt oud wil worden. Ga je ooit op je knieën voor je grote liefde? Ja, zeker. Ja, absoluut. Wanneer? En dat moet. Ja. Wil gelijk weten wanneer. Nee, maar dat moet gewoon de mooiste dag zijn uit je leven. Dus jij hebt al een beetje een idee van hoe je dat gaat doen, hoe je op één knie voor haar zal gaan. Ja. Hoe is dat voor jou om te horen? Want dat kan dan ja, elk moment gebeuren misschien. Nou, ik vind dat wel heel bijzonder, want Giel is eigenlijk heel slecht in liegen. Heel slecht in geheimen bewaren. Maar hier heeft hij dus nog nooit iets over losgelaten. Echt nog nooit. Ja, maar we houden wel allebei van inderdaad net dat tikkeltje extra. Ja. Maar... Dus het wordt een hele grote extra Kardashian-achtige wedding. Moet ik dat zo voor me zien? Nee, hebben eigenlijk altijd gezegd... Trouwen... Het feest moet top zijn. Ja, feest moet top, maar trouwen willen we eigenlijk best heel wel klein. Intiem. Ja. Dus dat gaat over ons twee, de liefde bezegelen. Denken jullie dan aan binnenland of buitenland? Hebben jullie daar al ideeën over? Ja, maar dat houden we nog even lekker voor onszelf. Doe spannend. Zij weet het ook nog niet, hoor ik al. Dat is nog een verrassing. Nee, ik denk dat Giel daar hoor. Gewoon een... Dat ja, gaan maar... we niet in Nederland doen. Nee, nou, ja. Nu heb je het al verraden. Ja. Ja, nee, maar waar, dat is natuurlijk de volgende. Nou, ik zag Giel net stiekem zalt spray in zijn haar doen. Ik denk dat ik na dit
strandagje wel voldoende zout in mijn haar heb.